Ik ben Bart Falken hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 27. En in deze video gaan we het hebben over de Bevel Modifier. In de vorige heb je al een beetje een demo gehad, maar er valt nog veel meer over te zeggen. Dus blijf kijken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Gauw aan de slag met die Bevel Modifier. Zoals je weet kun je daar dus hele vette ronde randen mee maken. En waarom zou je dat doen? Gewoon omdat het kan en omdat het mooi is. Ik bedoel, alles uh, wat misschien lijkt dat het een rechte rand heeft. Ik zit te zoeken nou, opeens naar opeens iets, iets anders. Nou ja, ik heb hier een uh, 3D-print. Uh, een blokje met alle natuurkunde-formules erin. Maar goed, kijk, zo'n rand lijkt best wel heel recht, hè? Maar in de werkelijkheid, in de echte wereld, is zo'n rand nooit helemaal een strakke hoek. Want strakke hoeken... Eh, bestaan niet in de echte wereld, want die slijt altijd een, een beetje af. En eh, om dat realisme te bereiken, kan je gebruik maken van een Bevel Modifier, want al die door de computer gegenereerde harde, strakke randen en hoeken, haalt hij een klein beetje af, maakt hij een klein beetje ronder en het ziet er gewoon vet uit. Zoals je ook weet, Edit ver, Mode versus Modifier heb je in de vorige video ook gezien. En in deze video laat ik het je heel kort nog even zien, maar we gaan vooral aan de slag met je eigen rand maken. Maar goed, gauw naar... Blender. Ik heb hier dit voorbereid. Kun je dus downloaden van mijn website 2d3D.gratis. Nou, twee opdrachtjes. Maak een trap in edit mode en maak het driehoekding in uh, met de Bevel Modifier. Ik noem het even driehoek ding. Misschien dat een wiskundige in de reacties kan zeggen. Het is een Tetra Hede Octopus flip dub. Geen idee hoe het heet. Driehoekding. Nou, hier heb je gelijk al het schil te pakken tussen een destructive workflow en een non-destructive. Oftewel een niet-destructief of een wel destructief. Want uh, dit. Uh, deze trap hier heeft geen modifier. Die uh, vind je hieronder natuurlijk alle soorten modifiers ik kan je aan toevoegen. Er zit niks van. Dit heb ik gewoon in edit mode gemaakt. Deze trap heb ik in edit mode gemaakt. En je zou denken: Goh, wat een werk om te maken. Maar het is heel simpel. Ik laat het je zo zien. En deze heeft wel een bevel modifier. Maar eerst eens eventjes de trap. En dan gaan we zo naar die bevel modifier toe. Hoe maak je dit? Uh, in edit mode. Want het is in edit mode gemaakt. En ik zit nu in edge select mode van. Uh, Twee van je toetsenbord. Kijk, met één is uh, de, edge, uh, de Virtus Select Mode. Met twee kun je de Edge Select Mode. En met drie uh, de vlak. Maar we hebben twee nodig, want van deze Edge gaan we eens even een trap maken. En zoals je weet, als je de vorige video tenminste hebt gezien, kan je met Ctrl-B zo'n Edge uh, een bevel geven, een mooi rot randje. En als ik Ctrl-B indruk, dan komt hij vast te zitten aan mijn muis. Ik beweeg mijn uh, muis, maar ik klik helemaal niks in. Gewoon alleen een beetje bewegen. Hoe verder die komt, hoe ronder die natuurlijk wordt. En door draai van je muiswiel kun je kiezen hoeveel segmenten je uh, wilt hebben. Nou, ik draai hem helemaal eventjes naar 0. Eigenlijk, nee, niet 0. Eén segment. Dus, en dan een beetje uh, zo de vorm van de trap. Maar wat je dan ziet, en heb je in vorige video's ook wel eens tegengekomen, is een tijdelijk menu met best wel veel instellingen. En een moment. Dat je uit edit mode gaat op het moment dat je deze verplaatst of je doet iets anders. Is dat tijdelijk een menu weg? En zijn die instellingen ook weg? Dus doe dat niet. Maak eerst alles zoals je wil en dan kan die weg. Maar let op, dit menu staat daar dus. En het kan ook zijn dat die hieronder staat, heel erg klein. En dan valt het niet zo op, maar je kan hem dus hier op, openklappen. En dan is die er. Nou, hoe maak je er dan een trap van? Nou, er zijn heel veel instellingen die ik nu niet allemaal ga uh, behandelen. En wat je wel kan zien, hier staat profile, profile type. Zo. Uh, Waar moet ik. Daar, ja, zo. Heb ik heb goed ingezoomd. <laughs> en er staat bij profile type: kun je op superlips of op custom drukken. En als ik op custom druk, dan krijg ik hier een soort uh, grafiekje. En dat grafiekje bepaalt uh, de curve van wat die is. Kijk, nu zou die dus veel ronder moeten zijn, maar dat is die niet, omdat ik maar één segment hier heb staan. En als ik dan op uh, twee segmenten doe en op drie, hoe meer segmenten, hoe meer die die ronde curve, zeg maar, um, gaat volgen van wat jij hier instelt. En misschien kun je al zien waar het handig voor is. Als je bijvoorbeeld een mooi ornament, een oude deur, weet je wel, met allemaal van het gesneden houtwerk, die heeft allemaal van die mooie gekurfte randjes en zo, en op die manier kan je dat dus ook uh, hierin Maken. Oeps, Ctrl Z. <laughs> uh, even weer gauw weer Ctrl B. Kijk, nu pakt hij deze weer, omdat ik dat nog uh, heb ingesteld. Dus de instellingen van dat tijdelijke minuutje onthoudt u. Maar je kan ook een preset doen, en die uh, zorgt ervoor dat je een trap kan maken. Ah, die zorgt in steps. En als ik op steps druk, hoppakee, dan heb ik dus uh, een trap gemaakt. En met segmenten kan ik dat aan toevoegen. Uh, wacht even. Reset curve, zo die moet ik doen als je denkt: Ik heb er enorme bende van gemaakt, kan je hier dus ook op reset curve drukken en dan doet hij weer de standaard. En die standaard hier uh, bij preset had ik op steps gezet. En dan kun je hier bij segmenten even kijken. Als ik heel weinig segmenten doe, dan wordt het niet echt een trap. Als ik heel veel doe, dan krijg je heel veel geometry. En hoe meer geometry, hoe harder blender moet nadenken om de boel te renderen. Dus dat wil je ook niet, maar net genoeg dat het een uh, mooie trap is. En voilà. Oh, ik heb nog eentje te veel, maar maakt niet uit. Je hebt hier nu een trap gemaakt met behulp van Ctrl-B in Edit Mode. Wil ik er later wat aanpassen? Ja, jammer de bal. Dat gaat niet meer werken. Um, wat je wel kan aanpassen is natuurlijk zo'n modifier. Ik heb hier dit blokje. Ik ga naar Add Modifier en ik druk hier op Bevel. En ik maak hier gewoon uh, de Bevel Modifier zoals je gewend bent. Maar even iets heel erg belangrijks. Want hierboven... Vind je eh, zoiets als vertices of edges. En daarmee zeg je via deze modifier, tegen blender moet je die bevel toegepast worden. Moet die bevel toegepast worden op vertices of op edges. En wat is het verschil? Ik zal het eventjes uh, hier, hier boven in beeld brengen. Nu staat hij op edge en dan is dit. En op vertices is het dat. En op vertices betekent dus uh, amount. Kijk, hier in die hoek zit natuurlijk gewoon hier zo zit een... Uh, Verticie, hier zo, weet je wel. En als ik hem op verticie heb staan en ik ga dan een mount, dus ik ga die bevel steeds mee toepassen, dan haalt hij, maakt hij er eigenlijk een driehoekje van. En als ik dan met segments ga doen, dan maakt hij daar dus op die manier een heel afgerond blokje van. Maar als ik op edges heb, ik doe hem even zo, dan zie je zien dat hij niet alleen die hoek doet, maar ook die uh, randen eromheen. Dus dat is nogal een uh, verschil. En hoe krijg je dan zo'n driehoekding? Even spieken. Een driehoek ding moet je je bevel modifier op vertices hebben staan. Dus zit je die op vertices en dan doe je die naar amount helemaal ver genoeg zodat die punten als het ware die afgedriehoekte kanten elkaar raken en voilà, je hebt een driehoek ding gemaakt met behulp van de modifier. Goed, uh, randen maken kan dus in edit mode en dus niet alleen maar rond, maar ook allerlei custom vormen en of presets, zoals een trap. En um, de bevel modifier, het nieuwe dingetje wat je hebt geleerd, let goed op uh, of die op vertices moet staan of op edges. En dan nog even dit. Want uh, als ik die Bevel Modifier toepast En ik heb hem hier gewoon uh, niet op vertices staan zoals uh, eerder, maar gewoon op edges. Dan kan je hier ook onder profile. Kan je ook zo'n custom preset kiezen. En dan klik ik hier op preset. Doe ik hier uh, weer steps. En dan gebeurt er niet zoveel. Want ik heb maar één segment. En dan zie je dat hij hier uh, de randjes ook uh, stappen van maakt. En dan kan je hier bij Amount een beetje aan toevoegen. En dan krijg je hier een beetje een <laughs> heel raar ding. Uh, maar dat kan dus ook. Custom presets, profiles in de Bevel Modifier kan dus ook. Alright, tijd voor de doelopdracht. Maak een trap en driehoek ding. <laughs> je kan dit blendbestand, zoals je weet, vinden op mijn site. Download hem daar en maak het zelf. En dan heb jij die Blender. Nee, Bevel Modifier moet ik zeggen. In de vingers. Ik zie je bij de volgende. En dan gaan we het hebben over een hele andere belangrijke en dat is de oh, hele mod vol, de Subdivision Service Modifier. Wat? Ik zie je daar? Maak iets!